Ah, we eten regelmatig op boterhammen, ja. Stroop heb ik liefst op de pannenkoek. Lekker pannenkoekje met stroop, dat vind ik wel het beste, ja. In Borgloon hebben ze de mond vol van hun stroop. Om er nog meer van te kunnen genieten, is er nu ook de Strooptocht. Een begeleide culinaire wandeling met stroperige proevertjes. We zijn aan het stadhuis zijn we vertrokken. Dan zijn we naar de Bolleberg geweest. Daar hebben we eventjes stilgestaan bij het Open Kerkje. En ook naar het nieuwe kunstwerk gaan kijken. En van daaruit zijn we dan naar hier vertrokken. Over de Romeinse heirbaan. Graaf Darschot. En die graven, het zijn niet veel mensen die dat weten, dan weten jullie het nu. Hè. Die was een van de 5 commissarissen die men naar Londen heeft gestuurd om aan prins Leopold van Saxe-Coburg te vragen om koningin van België te worden. Op de kasteelhoeve van Tornaco krijgen de wandelaars een lekkere gesmeerde pannenkoek. Dat waren verschillende soorten stroop, als ik me niet vergis. De stroop samengesteld uit appelen en peren, maar ook stroop die ze gemaakt hebben met frambozen, braambessen. En dus die zijn allemaal zeer lekker. We zijn met 4 vriendinnen hier en elk jaar bezoeken wij een stad, een streek. En dit jaar is dat Borgloon geworden. Het is een heel mooie streek, heel veel fruit. En hier het kasteel is ook wel de moeite om te zien. En dan de proevertjes erbij is ook wel leuk. In Borgloon laten ze er geen twijfel over bestaan wie nu de lekkerste stroop heeft. Ik denk dat we natuurlijk voor een stuk zullen te maken hebben met chauvinisme ook. Dus ik denk dat mensen van Vrolingen ook zeggen dat hun stroop de lekkerste is. Waar we een beetje afkeer van gekregen hebben, is natuurlijk als we de potjes zien met Luikse stroop. Want ja, zo ver moeten we niet meer gaan. We kunnen het hier in Borgloon. We hebben dus een heel goede stroopmaker. We hebben dat verleden. En die troeven moeten we bundelen. En zullen we alle hens aan dek zetten ook om die traditie van de Loonse stroop, dat die er ook overal zou bovenuit steken. Dat moet de uitdaging in de komende jaren zijn.